Gisteren hadden wij Johan Derksen hier natuurlijk over de Wolf. En je weet, Johan Derksen, ja, hij heeft een enorm grote invloed in het land. En dit zei hij erover. Weet je wat we doen? We kopen allemaal een jachtgeweer en we schieten ze kapot. En PVV Noord-Brabant heeft ernaar geluisterd. Dus die zegt, ja, kom op, al onze boa's die moeten gewoon een geweer hebben. Logisch, terecht. Dat de PVV Johan Derksen volgt? Ja, ook dat. Dat is wel logisch, denk ik. Ja. En wat vind je daarvan? Ja, dat de boa's met wapens lopen om wolven te schieten. Ja, dat vind ik wel weer wat ver gaan, denk ik. Ja, ja, maar wel alleen als ze worden aangevallen natuurlijk, hè? Ja. Ja, maar ik bedoel, wij hebben toch, die boa's die hebben toch niet dezelfde training als een politieagent en dat soort dingen. Nee, maar boa's zijn ook vaak, die komen ook heel regelmatig uit, zelf uit de problemen, hè? Dus moet je die nou met een pistool rond laten lopen om wolven te schieten? Dan denk ik dat dat niet zo'n goed idee is eigenlijk. Nee. Nou, je hebt zelf een boerderij, Raven. Hoe kijk jij daarnaar? Waarnaar? Naar die wolf? Ja, en onder andere, maar ook nadat boa's dus met een geweer, met een jachtgeweer... Nou, het zijn Amerikaanse toestanden, moeten we toch helemaal niet willen, al die bewapening. Zeker niet. En Nee. Maar je moet er wel wat aan doen. Dat vind ik nog steeds. Alleen boa's rond laten lopen met wapens. Ja, maar wat dan? Wat moet je doen? Nou ja, moet je gewoon op het moment dat een gevaar dreigt, moet je ze kunnen verjagen minimaal. En als het echt een gevaar is, dan moet je ze kunnen schieten, vind ik. Maar er zijn honden maken veel meer schapen dood. Het gaat om schapen dan nu in dit geval toch, met die wolf. Nee, want die wolf heeft dus ook een mens gebeten nu voor het eerst, ja. Dus, die stond met een hooivork, weet ik niet wat. Ik zou ook een mens bijten als die met een hooivork staat te prikken. Oh ja? Oh, ja, zeker. Nou, kijk maar uit, Castricum. Heb jij ook niet gewoon zo'n ding? Nee, ik heb niet zo'n ding. Nee, okay. Ik hou helemaal niet van geweren en van geweld. Ja, maar wat moet je dan doen wanneer zoiets gebeurt? Wanneer je oog in oog komt te staan met een wolf. Ja, nou, volgens mij vallen wolven over het algemeen geen mensen aan. Het was al 200 jaar geleden dat een wolf voor het laatste mens heeft aangevallen. Ja, daarom hebben mensen zijn gevaarlijk voor dieren, niet wolven, weet je, voor mensen. Maar we hebben wolven juist verjaagd hier, omdat ze kinderen aanvielen. Kinderen? Ja, dat is ooit. Is dat zo? Ik heb geen idee. Dat is ooit het verhaal geweest waarom wij er geen wolf hier meer hebben. Ja. Ja. En nu denken wij van, nou, dat zal wel niet meer zo'n vaart lopen. En we gaan het gewoon. Wolf is een wolf. We gaan het gewoon proberen. Ja, het is natuurlijk niet leuk voor boeren als ze de problemen hebben. Maar ja, tegelijkertijd, die schapen die gaan toch naar de slacht. We hebben het over. Nou ja, ik denk dat zij er dan wat aan verdienen wel, met die wolf niet. Dus het gaat om geld. Dat gaat niet om dierenwelzijn. Bij die boer gaat het om geld, ja. Ja, nou, dan gaan we die boeren compenseren. We gaan ze mooie afrasteren, hekken geven of subsidiëren, dat ze geen last hebben van de wolf. Ja, maar het gaat eigenlijk vooral om het principe dat je zegt, waar wij zijn, we moeten in de natuur moeten wij die opperpredator hier hebben. Maar dat begint al met de constatering dat wij hier in Nederland dus geen natuur hebben. Alles is aangelegd. Dat is niet zoals bijvoorbeeld in Duitsland of in andere landen waar wel ruimte is voor de wolven. Dat hebben wij gewoon niet. Dus moeten we daar heel hard aan gaan werken. Dat we sturen ze wel naar Duitsland. We zijn veel te dicht bevolkt. We hebben nu al niet eens huizen voor mensen. Nee, dat staan dat we natuur kunnen maken voor een wolf. Ja, stel je voor dat er een beer is. En die, in Nederland zijn er ook weer beren. Dan denk je toch ook gewoon van, die motten weg hier. Wat moet ik met die beren? Ja, ik weet het. Ik heb ook niet het antwoord daarop. Maar om nou alles af te gaan lopen schieten, vind ik ook een beetje... Gevaarlijk is. Als het gevaarlijk is. Wij zijn gevaarlijk voor dieren. Nou ja, die dieren zijn niet gevaarlijk voor ons. Als jij gevaarlijk bent, dan moet dat misschien ook. We maken miljoenen dieren per dag dood in Nederland. En we gaan die ene wolf die een boer hapt, gaan we doodmaken. What the fuck, joh. Ja, ik kan het ook andersom. Ik kan er zo giftig om worden. Nee, we maken dus heel veel dieren dood, maar een wolf is erg. Nou, jij vindt die andere ook erg. Ja, dat vind ik ook erg. Ja.